Hallo. Ik moest vorige week vliegen en het was een binnenlandse vlucht, dus het was vrij goed te doen. Ik had gewoon chill mijn koptelefoon op met mijn zware muziek om even te ontsnappen aan alle commercie om ons heen. En toen zat er een rij voor mij en daar was zeg maar een huilbaby. Namelijk, die moeder had dat kind gewoon zwaar niet meer onder controle. Dat kind ging alle zijdes van het vliegtuig op. Dus iedereen had er last van. Iedereen had zeg maar een soort van hoofdpijn. Iedereen rook zuur uit zijn muil. Het was gewoon niet meer te doen. En toen op een gegeven moment, toen liep er een vrouw naar die moeder met dat krijzende kind toe. En die vroeg gewoon van, zou ik uw kind even mogen houden? Iedereen dacht, ja, whatever, schat. En de wonderen, die waren de wereld dus zeg maar soort van nog helemaal niet uit. Want die totaal onbekende vrouw, die krijgt dat kind in haar handen. En dat kind stopt gewoon at once met huilen. Het was echt een wonder. Dus soms denk je dingen te weten over een bepaald soort onderwerp, maar dan kom je er gewoon zwaar achter dat je nog een noob bent. De vervelendste dingen die ik meemaak de laatste tijd in het openbaar zijn toch met kleine kinderen. Ik weet niet. Ze vragen altijd gewoon zwaar om de aandacht. En daar word ik gewoon soms zeg maar best wel pisselink van. Hallo, we willen allemaal gewoon van A naar Z komen uiteindelijk. Waarom heb jij meer privileges alleen omdat je zeg maar een soort van kind bent? Ja, daarom haat ik ook verjaardagen, omdat gewoon al die kinderen altijd, zij bepalen wat er gebeurt. Zij bepalen, mama, we hebben nu dorst, mama, we willen nu naar buiten. En dan moeten alle volwassenen ineens gewoon, oké, alles neerleggen waar je mee bezig bent, stop, want de kinderen willen wat. Ik vind het gewoon zwaar relaxed. En al die mensen die alsmaar roepen, kinderen zijn de toekomst, kinderen zijn de toekomst. Nee, helemaal niet, schat, kinderen zijn irritant. Fucking irritant. Ik weet zeg maar niet of jullie vroeger gepest zijn. Maar op de middelbare school had ik gewoon een hele zware periode. En toen ben ik donkere muziek gaan luisteren, Sepultura. Omdat ik het idee had dat zij me begrepen. En mijn haat naar de commercie komt voort uit de kinderen die mij het leven zuur maakten op de middelbare school. Droegen alleen maar merkkleding.